en vuur werkt is ontstaan vanuit het idee hoe kunnen we de kracht van mensen, de sterkte van mensen, naar voren trekken in gesprekken. Niet focussen alleen maar op wat loopt er niet goed en wat is er fout, maar waar zitten mensen, hun kracht, hun drive. En om in gesprekken die ook naar boven te halen. En dat doe je in een gesprek door natuurlijk het eerste verhaal altijd heel goed dat persoonlijke contact waarmaken. Die connecting noemen ze dat, dat diep mens-tot-mens contact. Dat is cruciaal. Wat zou nu de allerbeste vraag of manier zijn om te gaan met de buddy? Om echt in elk gesprek die diepe connectie aan te gaan met wat speelt. En een tweede ding wat ik erg belangrijk vind is de kunst om als mensen helemaal in de penari zitten, toch op zoek te gaan naar wat hun daarin kracht geeft uiteindelijk.